Laakhaven, een vergeten gebied, grenzend aan het centrum van Den Haag. Ingesloten tussen water en spoorlijn, heeft de Laakhaven deze eeuw achter de schermen mede het beeld van de stad bepaald. In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde Den Haag zich als een centrum van handel en industrie. Verbetering van de waterwegen en de aanleg van een haven aan de toenmalige stadsgrens leken onontbeerlijk. Na enkele epidemieën kwamen er ook hygiënische argumenten boven water om de smerige stadsgrachten te dempen. Het grachtenstelsel werd onder andere benut door de beurtvaart. Voor deze ondernemingen en voor de groeiende industriële sector was een nieuw onderkomen pure noodzaak. Na jarenlange studie en voorbereiding kwam de gemeente in 1891 met het plan een havenkanaal aan te leggen binnen de stadsgrenzen vanaf de Trekvliet. Het kanaal zou worden voorzien van 3 havenarmen. De industriewijk zou in de buurt van het spoor moeten liggen. Er werd begonnen met de aanleg van een toegangsweg van de Rijswijkseweg naar de toekomstige haventerreinen. Kort daarop volgden de sporen ten behoeve van de zandaanvoer en werd er een aanvang gemaakt met het graven van de zogenaamde Voorhaven, het kanaal tussen de Trekvliet en de Rijswijkseweg. De brug aan de Rijswijkseweg, gereed in 1901, werd 22 jaar later al vervangen door een elektrisch aangedreven basculebrug met een elektrische doorhaalinrichting. Het zou tot het eind van de 20e jaren duren eer de Laakhaven haar uiteindelijke vorm zou krijgen. Langs het hoofdkanaal en de zijarmen strekte het haventerrein zich uit. De gronden werden in erfpacht uitgegeven. Mede dankzij wervende folders kwamen bij BMW vele aanvragen van ondernemers die zich wilden vestigen. Het werd steeds aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen. Zeker toen vanaf 1927 de belangrijkste straten een aansluiting hadden op het spoorwegnet. De verffabriek van Van der Doel en Fraai, een van de pioniers uit de beginperiode, was gevestigd aan de derde Van der Kunststraat. De firma was afkomstig van de Hoefkade, waar ze lange tijd een groothandel in verfgrondstoffen dreef en een beperkte verfproductie had. Het beroemdste product van Den Haag, het Haagse hopje, werd vervaardigd bij de firma Rademakers Cacao en Chocoladefabrieken. Naast het Haagse hopje werden hier vooral bonbons en chocolade in tabletten gefabriceerd. Uit deze smakelijke beelden blijken de toen al zeer geavanceerde productietechnieken. De mogelijkheden van het gebied zijn geïnventariseerd. Er zijn plannen ontwikkeld om de bestemming van grote gedeelten van de Laakhaven te herontwikkelen. Een nieuwe Laakhaven met nieuwe functies, beter afgestemd op de huidige eisen, rechtdoend aan de kwaliteiten van het gebied met zijn gunstige ligging en eenvoudige bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimtes, woningbouw, onderwijsinstellingen, horecagelegenheden en winkelgebied met avondverkoop moeten het gebied nieuwe impulsen geven. Dat was even een voorproefje.